Stichting Bureau Asavini heeft gisteren in de Kroetu Osoto Brownsweg in Brokopondo een spoedvergadering gehouden ter zake de conceptwet Grondenrechten, Tribale en Inheemse Volken van 15 juni 2021. Volgens voorzitter Asavini Edenburg was deze spoedvergadering van belang om de tribale en inheemse volken verder te informeren over deze wet en om ze te adviseren niet met de wet akkoord te gaan. De organisatie is geadviseerd door hun internationale juridische adviseurs om de gemeenschap te informeren over wat de consequenties zullen zijn als de wet wordt aangenomen. A conceptwet sa asra na overheid meki tak de erken wi ina grondrechten. De ma figi a sa makafone spuru futafra. Ja, en de ma figi ook to a vredesverdrag. Voor 1762, voor de samenkassa de tekenen aan de koloniale overheid. De man figi alla de letti voor dat pepoer taptafra. Dat in plaats voor dat die, de man meka concept met chako giwi. En de man want dat we moest accepteren. If we accepteren a wet, dat betekent dat we las alla uleti. En uno want, uno, man go las uleti, sa de biggest mafu. Fet giwi vanaf 17, kotaki vanaf. 1600 Tedoro, de mek a vredesverdrag naar de koloniale overheid. Want wat een datum nog de net, want dat tel ik nou de letifuja zo de geldig ete inser na kondre. De no las de waarde. Nog more tranga, wat belangrijk sani, a jurisdictie, dat wat aki a rechtelijk macht voor buskondres, ma tribale inheemse, nee vader ondro a recht voor Surinaamse overheid. Edenburg geeft verder aan dat toen de regering naar Asidunghopo is geweest om de lokale gemeenschap te informeren over de conceptwet, zij erachter zijn gekomen dat veel niet klopt en dat het in strijd is met het Samaka-vonnis. Awasane sade musabi. If the teka wet dat ja, so dat maakt dat je laat je eigendomstitel. Je laat je eigendomstitel sa internationale recht gitapadoti. Dat na wang. Toe. De taki if de one wa pressifu slechts ote de mak pasa effect to slechts te ade kota wa bedreiging ki a gemeenschap. Maar if ano de wa bedreiging ki a gemeenschap, de na fuko aksu u toestemming. Terwijl a wet fu etaki altijd, mi sortu aksi do teki, altijd de musko aksu toestemming. Beslis mee if u wani, if u no wani. En if u wani, dat de pas a SAR to. Of een MER toe, dat wat ik allemaal milieuonderzoek moest doen, in hoeverre de veilig die milieu vloeit. Ja? En plus, we moesten aandeel in de activiteiten zouden doen naar het grondgebied. Dat wat ik hier, we moesten een benefit voor de inkomsten zijn ook, dat ik dit opbouw, die we eigen gemeenschap, dat we kan gebruiken voor we schrijf opbouw. De uitkomst van de spoedvergadering is dat nog de tribalen, nog de inheemsen het eens zijn met de conceptwet en dat zij er niet mee akkoord gaan.